De lens van een camera is rond. Dus waarom zijn foto's dan eigenlijk rechthoekig? Wow. Iedereen weet dat een flamingo op één been staat, maar waarom doen ze dat eigenlijk? Ik ben persoonlijk van mening dat we niet genoeg vragen stellen over wat er nou precies om ons heen gebeurt. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Daar heb ik een tijdje geleden al een video over gemaakt, maar ik heb nog niet antwoord op alle vragen. Het doel van dit soort video's is niet alleen om jou wat te leren, maar ook mezelf wat te leren. Dus vandaag ga ik lekker verder met antwoord geven op een heleboel vragen die je misschien nooit hebt gehad of altijd al hebt gehad, maar je was gewoon te lui om het antwoord op te zoeken. Dus hopelijk steek je er wat van op, want een dag niks geleerd is een dag niet geleefd. Oh, en nu we het toch over leren hebben, check ook eventjes mijn podcast Wikipedia, linkje in de beschrijving. Iedere week leer je weer iets nieuws over een onderwerp. Genoeg reclame, door naar vragen. Jij zit voor de rest van je leven achter de tralies op water en brood. Maar sheriff, hou jij mij nu onder schot met een banaan? Als ik denk aan cowboys, denk ik niet alleen aan coole hoeden en tuimelkruid, maar ook aan de deuren van de saloon. Maar wat is nou precies het nut van zo'n klapperdeurtje? Want je kan er in principe gewoon onderdoor. Kan je dan niet net zo goed geen deur hebben? Nou, ze worden vandaag de dag nog steeds gebruikt. Ik kan me herinneren, mijn oom had een camping met een kantine en daar hadden ze ook van die saloondeuren. Vond ik altijd heel erg cool. Het is toch voor mensen een soort kleine barrière van oké, ik mag hier niet lang. Maar, en dit is het grootste voordeel in vergelijking met normale deuren, je kan ze makkelijk openen. Met je handen vol, gewoon door met je lichaam er doorheen te lopen. Waardoor ze dus super handig zijn in bijvoorbeeld restaurants of kantines. Verder had je in de tijd van de cowboys nou niet per se een goede airconditioning en werd er binnen heel veel gerookt. En dus zorgt een saloondeur voor een fijne luchtstroom naar binnen en buiten. Maar heb je wel nog duidelijk iets van een deur. Je loopt echt ergens naar binnen. Toen ik nog een klein rikje was, had ik altijd de droom om in mijn huis saloondeuren te hebben. Nu heb ik afgelopen week misschien een soort van een huis gekocht. En eerlijk gezegd ben ik die saloondeuren toch weer een klein beetje aan het overwegen. Gebruiken jullie nog veel WhatsApp? Nee. Nee? Nee. Ja, met mijn ouders. In het jaar 2014 kocht Facebook WhatsApp voor 19 miljard dollar. Een beetje dom, want je kan de app gewoon gratis downloaden. Wisten ze blijkbaar niet. Nu is de grote vraag, hoe verdient WhatsApp eigenlijk geld als het een gratis app is? Je zou denken, het is gekocht door Facebook. Ze verkopen gewoon al je gespreksdata, maar die zou toch echt anoniem moeten zijn. Maar waar komt dan het geld vandaan? De mensen van WhatsApp zullen je graag vertellen dat het komt vanuit WhatsApp Business. Bedrijven kunnen een WhatsApp-account hebben met een soort ingebouwde chatbot en daar betalen ze dan voor. Bijvoorbeeld KLM maakt daar gebruik van. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze miljoenen verdienen met die business accounts, want dat is een heel klein groepje bedrijven. De echte inkomsten liggen nog steeds bij jouw data, maar dan een klein beetje ingewikkeld. Ze hebben namelijk wel toegang tot jouw contacten. Welke mensen hun nummer heb jij allemaal in je telefoon staan? Dan denk je, oeh, die data is niet heel veel geld waard. Nou, eigenlijk wel. Facebook, of ondertussen eigenlijk Meta, bezit naast WhatsApp natuurlijk ook Instagram. Een plek waar ze een heleboel reclames hebben. En heel veel mensen met WhatsApp, die hebben ook Instagram, waar je ook je telefoonnummer aan gekoppeld hebt. Dus we kunnen in principe al die WhatsApp-accounts en al die contacten koppelen met al die Instagram-gegevens. Dan zien ze bijvoorbeeld dat een aantal van jouw vrienden een bepaald product kopen. En omdat ze weten dat jullie bevriend zijn, kunnen ze dan die advertenties ook bij jou neerleggen. Misschien zien ze in jouw contactenlijst het telefoonnummer van een juwelier. Ga jij misschien trouwen? Misschien moeten we jou wat extra reclames geven voor trouwjurken. Alhoewel ze dus geen toegang hebben tot jouw saaie groepsgesprekken, hebben ze alsnog een heleboel data. Denk ook aan dingen zoals je locatie. Ben je recentelijk nog in een mediamarkt geweest of moeten we je nog een aantal mediamarkt ads gaan geven? Het is eigenlijk gewoon nog steeds je data stelen, maar dan minder goed en met extra stappen. WhatsApp zelf verdient eigenlijk erg weinig geld. In het jaar 2020 was dat een magere 632 miljoen. Ik heb het eerlijk gezegd niet in mijn bankrekening. Staan. Momenteel ligt bij WhatsApp vooral de focus op meer gebruikers hebben. En misschien dat we in de toekomst ook gewoon daar tussen de gesprekken met je oma advertenties gaan krijgen. Door naar de volgende vraag. Ik vind dit dus echt ongelooflijk hoe zo'n klein
minicameraatje zulke mooie foto's kan maken. Nog eventjes door over mobiele telefoons. De camera van je telefoon heeft een flitsfunctie. Maar waarom is het zo'n hele korte flits en niet gewoon de hele tijd een lampje? De eerste logische reden is om batterij te besparen. Je hebt alleen maar die flits heel kort nodig. Maar de tweede reden is misschien wel veel belangrijker. De flits verpest eigenlijk ook een beetje de foto. Als ik jou met zo'n lampje in je gezicht ga schijnen, ga je heel erg dit doen. En wanneer je de flitsfunctie gebruikt, kun je eigenlijk niet echt op tijd reageren op het licht. Dan is de foto al gemaakt. ETV, weg ermee! Van woensdag 27 tot en met zondag 31 mei. Waarom zijn er een heleboel winkels op het vliegveld waar je belastingvrij dingen kan kopen? En waarom zitten deze winkels bijna alleen maar op vliegvelden? Ik had eerlijk gezegd geen idee wat nou precies het antwoord is op deze vraag. Maar ergens is het best wel logisch. Je hoeft geen BTW te betalen in Nederland aangezien je de producten hier koopt, maar meteen meeneemt naar het buitenland. Ze moeten wel mee in je koffer. En daarom mag je ze ook eigenlijk niet weer vervolgens mee terugnemen Nederland in. Als jij op het vliegveld een parfummetje koopt, zou je hem eigenlijk op je vakantiebestemming volledig moeten opmaken. Gebeurt denk ik niet. En nu wordt het interessant. Blijkbaar hoeft dit niet alleen op vliegvelden. Als jij in Nederland een aantal producten koopt, daar netjes BTW op betaalt en die producten vervolgens definitief meeneemt naar het buitenland, kun je dat bonnetje aan de overheid laten zien en dan kun je de belasting terugkrijgen. Een hele goede vraag is nu, waarom bestaat dit systeem? Alhoewel er geen belasting op deze aankopen zit. Als jij op Schiphol iets koopt, is het nog steeds goed voor de Nederlandse economie. Dus eigenlijk is het dan net voor de finish. Toeristen gaan definitief Nederland uit, komen nooit meer terug. Toch nog een klein beetje geld in onze economie gepompt. En verder is het gewoon een redelijk goed lokkertje. Op luchthavens komen toch voornamelijk mensen met veel geld. Vliegen is best wel duur of zo. Dus als jij op Schiphol nog eventjes een Gucci-tas van 2000 euro wil kopen, helemaal prima. Dit is de grootste fout bij het maken van een smoothie. Waarom verkoopt de supermarkt wel dingen zoals bevroren ananas en mango, maar geen bevroren appel of banaan? Dat is deels gewoon een stukje vraag en aanbod. Appels en bananen zijn het hele jaar door lekker te kopen in de supermarkt. Ik ben persoonlijk groot fan van verse mango en ananas, maar die dingen moeten meestal echt een week in de keuken blijven liggen voordat je ze kan eten. Dus als je geen zin hebt om een hele fruitagenda te maken voor als je weer eens zin hebt in een smoothie, is het makkelijker om dat soort dingen bevroren te kopen. Je zou dingen zoals appel en banaan ook bevroren kunnen verkopen, maar dat geldt niet voor al het fruit. Dingen zoals citroenen, sinaasappels, watermeloen kan je niet invriezen. Of nou ja, je kan het wel doen, het wordt gewoon hartstikke smerig. Dat is omdat die vruchten heel erg veel water bevatten. Als water bevriest, wordt het ijs. En dat ijs dat ontstaat is groter dan het water wat in dat fruit zit. Zelfde reden als je een flesje bier in de vriezer doet, dan spat een flesje uit elkaar. Wat er dan gebeurt in je fruit, is dat in de individuele plantencellen zoveel water zit, dat als dat water in ijs verandert, de cellen knappen. Op een microscopisch niveau gaat die hele vrucht kapot en als je hem dan ontdooit, blijf je over met een vies nat drapje. Techbedrijven willen dat jij zoveel en zo lang mogelijk op je telefoon zit en hun apps gebruikt. Waarom heeft bijna ieder fucking bedrijf een app? Terwijl de app vaak helemaal niet nodig is. Maar tegelijkertijd doen ze wel van alsjeblieft, kun je alsjeblieft onze app downloaden. Een beetje terug naar het WhatsApp verhaal. Met een app kun je veel makkelijker mensen hun gegevens stelen. Ik sta zelf heel vaak per ongeluk op de maillijst van een bedrijf. Maar die notificaties op je telefoon kun je toch net wat moeilijker weghalen. Verder is een handigheidje dat je in een app een stuk moeilijker reclames kan blokkeren. Met een adblocker bijvoorbeeld. En als laatste, als je in een app druk bezig bent met kijken en kopen, ga je toch veel minder snel de app uit dan wanneer je in je browser zit en een heleboel tabbladen open hebt staan. Wat ik altijd wel een interessant dingetje vind bij McDonald's, is dat ze momenteel niet echt influencers inzetten van hey, koop de nieuwe hamburger, maar ze laten influencers reclame maken voor de app. Heeft voor de rest vrij weinig met dit verhaal te maken, maar het is wel een slim stukje marketing. In de app zit een of ander dom spelletje wat je moet spelen. En dan kun je dat lekker promoten in plaats van zeggen hey, stel dat je dik zakken, koop hamburger. Ik kan dan ook vol trots zeggen dat ik de McDonald's app niet in mijn bezit heb. Rob maar lekker op met je kortingen. Ik laat mij niet beïnvloeden door Ronald McDonald. Oprotten met die rommel. Ben je soms zo lui omdat je te slim bent? De volgende vraag is iets waar ik zelf specifiek vandaag nogal veel last van heb. Waarom is het zo verleidelijk voor ons brein om lui te zijn? Dat je gewoon helemaal niks wil doen. Het antwoord op deze vraag is te vinden in de rest van de natuur. Wat doet een kikker nou eigenlijk de hele dag? Het grootste deel van de tijd doet een kikker
niks. Waarschijnlijk is je eerste reactie nu, oké, maar waarom doet de kikker dan niks? Tijd is kostbaar, tijd is geld, een beetje tempo, kikker. In principe hebben de meeste dieren twee hoofddoelstellingen. Zelf niet doodgaan en, wanneer het kan, jezelf voortplanten. Het regelen van eten is vaak een beetje een gevaarlijke taak, dus waarom, als je al een klein beetje eten hebt, ga je energie verspillen om meer eten te regelen? Je kan beter gewoon niks doen. Lekker zo min mogelijk calorieën verbranden en wachten tot je door kan gaan naar je tweede missie, namelijk jezelf voortplanten. Dat is waarom de meeste dieren eigenlijk het grootste deel van de tijd niks doen. Ze wachten tot ze kunnen wippen. Jammer genoeg werkt dat voor ons mensen net een stukje ingewikkelder. Onze koelkast is misschien vol, maar als jij vandaag niet naar je werk gaat, word je ontslagen en dan opeens in de verre toekomst is die koelkast een stukje minder vol. Maar ook de vroege mens deed eigenlijk een beetje hetzelfde als die dieren. Als er eenmaal eten was, is het beste plan om gewoon te rusten tot je meer eten nodig hebt of er flink gewipt moet worden. Misschien is dat ook wel de reden waarom je zo lekker kan slapen na een orgasme. Ga er maar eens lekker voor zitten. Misschien is dit vooral een persoonlijk probleem, maar ik gooi hem toch maar eventjes in de groep. Ik kan redelijk goed zonder problemen een aantal uur lang wandelen. Maar als ik bij een concert langere tijd stil rechtop sta, dan krijg ik heel erg last van mijn benen. Waarom is dat zo? Ik heb het even opgezocht en dat heeft blijkbaar te maken met de bloedvaten in je benen. Dat zijn een soort sluizen die dichtgaan als je spieren niet meer bewegen. Als je een langere tijd rechtop stilstaat, stroomt er allemaal bloed naar je benen die eigenlijk niet meer omhoog stroomt. Ik denk dat ik dat probleem tijdens concerten onbewust al een beetje aan het oplossen was. Vaak ga ik dan eventjes een beetje op één been leunen, een beetje proberen de spieren in onder andere mijn kuiten toch een beetje aan te spannen. Maar misschien is de makkelijkste oplossing bij een concert om gewoon wat meer te dansen. Hey, hallo, en iedereen die herkent dit wel. Weet je, je snelle SSD die net even te vol zit, waardoor je niet verder kunt werken. Hoe ruim je dat nou snel op? Als je op je computer een bestand verwijdert, waar gaat het dan heen? Dit is een vraag waar ik persoonlijk wel al heel lang het antwoord op wist, aangezien ik heel vaak per ongeluk bestanden wist die ik later toch opeens nog nodig heb. En het interessante is, je kan ze soms gewoon nog terughalen. Je kunt de harde schijf op je computer een beetje zien als een hele grote zandbak, waar ieder bestand een soort tekening is in dat zand. En ergens een lijstje waarop staat waar welke tekening te vinden is. Dat lijstje is eigenlijk de verkenner in je computer. Kijk eens hoeveel bestanden ik heb voor een paar video's. Maar als je een bestand op je computer verwijdert, is het niet alsof je dat zand pakt en gewoon er een hele grote kras doorheen zet. Je verwijdert eigenlijk alleen het lijstje wat zegt van, hé, dat bestand staat daar. Die tekening in het zand, die bestaat nog steeds. En er zijn dus bepaalde stukjes software die je hele computer gaan doorzoeken waar dat bestand nog steeds is. En als je dan een beetje geluk hebt, zou het bestand er nog steeds kunnen zijn. Maar als je in de tussentijd een heleboel nieuwe bestanden op je computer zet, dan zou het zomaar kunnen dat je op die plek waar het bestand staat ondertussen een nieuwe tekening in het zand hebt gemaakt. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een specifiek bestand, doe het vooral zo snel mogelijk en zet geen nieuwe troep meer op je computer. Veel succes! Dat was het weer voor deze video. Sorry dat hij niet wat langer is. Ik ben vandaag oprecht gewoon heel erg lui. En ik heb speciaal voor deze video echt honderden vragen gelezen. Waarvan ik dacht, hoe zou dat zitten? En echt vooral de vragen met de hele interessante antwoorden daadwerkelijk gepakt voor de video. Hopelijk heb jij van deze video een heleboel geleerd. Maar ik waarschijnlijk nog net iets meer dan jij. En als je nog zin hebt om samen met mij wat meer te leren, vanavond is een hele speciale editie van Doku Dinsdag. Het is vandaag namelijk woensdag. Dus kom gerust vanavond even langs bij mijn stream. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je hopelijk binnenkort terug bij weer iets compleet anders. Tot dan! Doei!